De volgende groep. Zoveel plezier hebben ze dit jaar met elkaar gehad. Dat het ook echt een hecht team is geworden. En samen met elkaar gaan ze dan ook leuke dingen doen. De chicas van 28 hebben het plan om samen naar het strand te gaan. Ze genieten van de zon, zee en van muziek. De muziek is zo opzwepend dat ze zin hebben om te gaan dansen. Wat ze niet in de gaten hebben, is dat de muchachos, ik hoop dat ik het goed zeg, van 28 ze achterna zijn gereisd. Ze worden in de gaten gehouden. De muchachos zitten op de trappen van het strand en raken hevig onder de indruk van de chicas. Voor sommigen ontstaat er een vakantieliefde. Nou, mannen. En anderen hebben een plezierige strandvakantie. Aan de Costa del Sol. Let op, dames en heren. De zaal wordt ook gebruikt voor de eindshow van 28. 28 heeft jullie een warme, zonnige en liefdevolle zomervakantie toe. Succes! Hoje vai rolar o título.
9:30, regenboog. Alle kinderen zitten netjes in de kring en Jolanda rijdt met haar poetskar door de gangen. Als eerst komt ze bij de klas van Marianne. Tegen de pop te praten.
Ja, zeg! Ja! Ja, zeg! 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 Ja, ze
haar karretje en gaat naar de volgende klaslokalen. Om geslacht te doen over de school maakt overuren.
George op school, draait uit de hand te roken. De tuin moet er wel waardeloos bij, de speelgraad is saai. Heeft veel troep in de gangen. Topografie onderwijs, zo slecht. En de leraar doet steeds gekker. Ik moet die regenboog redden. Milan besluit om Maria Zee te gaan zoeken en haar alles te vertellen wat ze tot nu toe allemaal heeft meegemaakt. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, komt Jolanda onderweg nog een verloren meester tegen. Thank you.
weer naar voren komen. Ik ben zo trots op jullie. Geweldig! Heb je vaak gehoord hoe vaak ze om jullie hebben moeten lachen? Nou, dat zegt alles. Toch? Super, super, super. Ik kan er nou wat bloemen uithalen, maar. Dat werd net ook al gezegd van hè, Geert bedankt en Frank, want die gaan weg en zo. Bedankt voor de bloemen, echt. Heel erg bedankt. Ik zou ze graag eens door drieën willen delen. Want ik vind eigenlijk, en dan wil ik eigenlijk toch heel graag nog vermelden, dat heel veel eer naar Frank en Frank. Want de regenboom kan zich gebruiken. Ja. Was het? Ja, die buien nog een keer. Oh. Glotte, kom maar weer bij staan. Of zo, Anne, kom. Oh, ja. Anne, kom. Dankjewel. Hebben we nog een mooie jaar van de regenboogschool? Hoe de regenboogschool is zo? Of hoe gaat die? Of de regenboog? De regenboog. Ik ben achter bedankt. Publiek bedankt. Dit was echt het allerlaatste optreden. Dus een applaus voor deze kanjes, maar zeker voor jezelf.